Ik sta hier op de plek waar ik Jeroen een tijdje geleden geprankt heb. Ik heb hier natuurlijk allemaal lava geplaatst. En nu denk je misschien van, ja, hey, boeien. Wat maakt het nou weer uit? Nou, ik was de vorige aflevering super blij. Want ja, de lava zat er niet meer in. Jeroen was er vast ingetrapt. En onder die video kreeg ik heel veel comments van, yo, hij had het door. Dus wat ging ik doen? Ik ging Jeroen zijn video checken. En wat blijkt, er zijn ratten onder ons. Er zijn een paar ratten, ik weet niet wie. Die zijn in de comment secties van Jeroen geweest. En die hebben Jeroen gewaarschuwd van, yo, pas op bij je farm. Nou vind ik dat niet leuk. Ik hou niet zo van ratten. Dus wie het ook zijn, schaam je diep. Jij bent hier niet meer welkom. En vanaf nu kappen we met deze praktijk, oké? Okay? Ik wil dit niet meer zien. Dit is niet leuk. Dus wat doen we? We doen het gewoon precies nog een keer. Ik heb de trap weer voorbereid. In principe had Jeroen alleen deze knop hier weggehaald. Dus die heb ik weer teruggeplaatst. En als het goed is, moet die trap nu gewoon weer werken. Ik heb wat lava bij me. Dat gaan we plaatsen. En ik ga de farm even weer laten groeien. En dan gaan we hopen dat Jeroen er nu wel intrapt. Want Jeroen is ook al zo'n persoon die denkt van, oh ja, ik ben de vorige keer geprankt. Hij prankt me nu vast niet. En dan bam, slaan we weer toe. Ik krijg ook heel veel comments van mensen die zeiden van, yo, ga hem prankoorlog met Jeroen beginnen. Nou, eigenlijk hebben wij al een prankoorlog die al 3 jaar gaande is. Al vanaf de allereerste server. Toen er nog geen enkele kijker bij kon spelen. Toen waren wij elkaar al aan het pranken. Dus het gaat gewoon altijd door. En er zijn ook wel eens mensen die zeggen van, yo, waarom prank je Jeroen zo vaak? Hij prankt jou veel minder vaak terug. Dat is niet waar. Ik upload gewoon 5 keer zoveel video's als Jeroen. Dat is het ding. Kijk, als Jeroen een keer een video uploadt, dan is het meestal ook wel een prank op mij, snap je? Oké, top. Alles is weer teruggeplaatst. Hier zit, ik weet niet wat hierin zit. Waarom zit die pink wool in? Wij gaan alles weer vol stoppen, jongens. Let's go. Deze heb ik er open gemaakt. Hier zit nog lava in. Zelfs heeft hij niet eens weggehaald. Zo, die doen we er even in. Ja, ik pak even een paar, denk ik. Zoveel buckets heb ik nog. Nou, alhoewel, dat kan ik alles wel pakken. Let's go. En ja, ik hoef hier in principe maar eentje te plaatsen natuurlijk. Ik moet gewoon wel weer al het water eruit halen. Jeroen was zo boos dat ik zijn buckets had gestolen. Wie wordt nou weer boos als je een bucket steelt? Nou, in ieder geval doet het niet doen. Kijk, dit is dan een extra prank. Het is gewoon heel irritant om gewoon al die buckets weg te halen. Dan kan hij wel lekker nieuwe buckets maken. En Jeroen, succes met je farm. Ik wens je heel veel geluk. Ik zie trouwens dat ik mijn shovel even moet repairen. En terwijl ik dat doe, ga ik even mijn volgende plan uitleggen. Wat ga ik nu doen? Misschien zag je het al in mijn inventory. Ik heb 2 stacks aan obsidian. Ik wil namelijk nog een soort van nieuw project beginnen. En dat heeft ook weer een beetje te maken met die prank op Jeroen. Ik heb dus het idee dat er wat slangen onder ons zijn. Dat een paar van jullie in de comment sectie van Jeroen is altijd aan het commenten zijn. En ik wil dat nog een keer op de proef stellen. Wat nou als ik in het geheim onder Jeroen's basis een basis bouw? Dus precies hetzelfde wat hij bij mij heeft gedaan. Alleen dan doe ik het bij hem. En wij gaan de meest ondoordringbare basis ooit bouwen met dus obsidian. Dat lijkt me een heel leuk project. En jullie hebben maar 1 taak. En gewoon niet commenten onder Jeroen's video dat ik dat aan het doen ben. Wat ben ik trouwens aan het doen? Ik heb geen idee. Ik pak obsidian. Wat? Ik moet hem repareren. Oh, wacht eens even. Ik laat hem stuk gaan, toch? Ja, ik laat hem stuk gaan. Oké, laten we dan gelijk even een nieuwe fixen. Ik kan mijn shovel namelijk veel beter stuk laten gaan. Want ja, efficiency 4 en een breaking 3 heb je zo. En dat kost mij maar 1 diamond. En als ik hem wil repareren, kost het me 3 of 4 zelfs. En XP levels, dat boeit mij helemaal niks. Ik heb zo ongelooflijk veel van deze botteltjes. Dus laten we daar gewoon even een paar van meenemen. Oké, zo, ik ben level 30. En daar gaan we naar kijken. Ik heb al efficiency 4. Maar dat is niet wat ik wil. Ik wil natuurlijk efficiency 4 en natuurlijk gelijk een breaking 3. Maar ik heb het idee dat dat bij een shovel echt heel makkelijk is. Dus laten we het even proberen. Hier, ik heb hem al. Ik heb hem letterlijk al te pakken. Nice. Ja, ik was oprecht ook wel tevreden geweest met efficiency 3, hoor. Want efficiency 5 is echt vreselijk op een shovel. Minecraft heeft namelijk een bepaalde glitch dat als je te snel een blok hakt, dat hij soms kan glitchen en dat je hem niet meer ziet, maar dat hij er nog wel is en dan kan je erin vast glitchen. Echt heel erg naar. Zo, deze buckets van Jeroen gooi ik hier mooi even in. Oh, wacht eens even. Die kan ik trouwens wel gebruiken. Niet allemaal, gewoon een paar. En dat puur voor obsidian, want ik ga nog even wat meer obsidian fixen zometeen. Maar voordat we dat doen, gaan wij weer even XP farmen. Ik ben namelijk heel erg benieuwd hoeveel XP mijn XP farm nu heeft. En weet je wat? Ik ga dit XP wel aan Jeroen geven. Want ik prank hem inderdaad heel vaak. Het is heel irritant. Volgens mij heeft Jeroen echt een tekort aan... Wat is hier gebeurd? Nee. Er is weer iets aan de hand. Heb ik het uitgezet? Nee, ik heb het niet uitgezet. Oh nee, de fout zit weer hier. Er is waarschijnlijk weer een... Hey, wacht. Er zit geen beuk, was het goed. Dus ik hoorde hem namelijk wel afgaan. Wat? Er is hier een hopper weggehaald. Hey, wat? Nee, dit gaat ook niet. Wat? Oké, het duurde even, maar het blijkt dus een glitch te zijn met die hoppers. Dat wordt gefixt. Maar voor mij helaas geen XP.
mee. Al vind ik het niet super erg, want ik heb toch al vet veel bottles. Maar goed, in ieder geval, wij gaan nog even wat meer obsidian fixen. Oh, zo, hoppakee. Dat is gefixt. Even dit mooi weghakken. Zit hier nog wat onder? Ik hoop het niet. Eigenlijk zou ik gewoon een gigantisch lava meer... Op, oh, moet oppassen. Moet gewoon een gigantisch meer opzoeken en dan gewoon met de beacon ernaast. En dan gewoon keihard mijnen. Dat werkt op zich best wel goed, denk ik. Als je gewoon echt iets van 10 stacks nodig hebt in een no-time, dan kan je echt wel zo'n beacon opbouwen. Want ja, een beacon opbouwen, daar zit best wel veel tijd in. Maar ja, voor nu ga ik natuurlijk niet super veel mijnen. Ik heb namelijk deze 2 stacks ook gekocht van iemand. Dat is eigenlijk veel makkelijker voor... Wacht, dit kan denk ik niet of wel. Nee, dat... Oh, dan moet ik mee oppassen. Hij kan ze veel beter kopen. Ik heb namelijk best wel veel diamonds. En dit is echt iets, hier zit zoveel tijd in om dit allemaal te fixen. Dit is... Ah, het kost zoveel tijd. Want voor dit project heb ik misschien echt wel 10 stacks nodig. Ik denk misschien nog wel meer zelfs. Ik moet zeggen dat het op zich dan wel aardig snel gaat. Ik dacht echt dat je vroeger gewoon echt een uur bezig was voor een stack. Maar zo te zien gaat het echt veel sneller. Zo, ik ga denk ik even lekker een stackie mijnen. En dan zit ik al op 3 stacks. En ik moet ze ook echt wel slim gaan plaatsen met die obsidian. Ik heb al een tactiek waardoor de basis ondoordringbaar zal zijn. En dan kost het maar ook nog de helft van de obsidian. Dus dat is super chill. Ja, ik denk trouwens oprecht dat ik wel even die beacon moet lenen uit Groenland. Voor die ondergrondse basis. Want dan kan ik het zo ongelooflijk snel uitmijnen. En het is ook vet cool om zo te mijnen. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Oké, we zitten bijna op een stack. Lekker man! Oké, dit even wegmijnen. Heel irritant. Up, dit nog even zo allemaal om laten zetten. Tot obsidian. Kom op, deze nog even. Ah! Precies de laatste. Ik haat mezelf zo erg. Ik haat mezelf zo erg. Oh my god. Oké, nou, dat maakt niet zoveel uit. Echt de laatste ook gewoon. Ik schrik me dood. Oké, ik heb in ieder geval wel... Ik kreeg hem nog wel. Super chill. Wij gaan gelijk beginnen met dit project. Die waterbuckets kan ik trouwens allemaal wel weer droppen. Daar heb ik helemaal niks aan. En dan gaan we even de beacon pakken. Zo, even gauw die beacon lenen. Aan de kant. Zo. Hoppakee. Mooi. Die heb ik te pakken. En dan plaats ik deze gauw wel even terug. Zo, niemand die iets door heeft. En nu hier trouwens toch zijn, laat ik alles even leeg. Ik heb net al wat gepakt en dit zit er allemaal nog in. Oké, dat is best prima weer. Lekker. Lekker weer wat diamonds. Mensen blijven die spenden. En die gaan natuurlijk in de pretpark opbrengste kist. En nu moet ik blokken gaan gebruiken. Ja, ik heb denk ik niet eens... Oké, wacht. Ik zou die van iron kunnen gebruiken. Oeh, dit gaat lastig worden. Ik heb veel meer dan 2 stacks nodig, toch? Ja, ik heb namelijk wel haste 2 nodig. Want haste 1 is oprecht gewoon niet super goed. Daar heb je niet zoveel aan. Dus je moet wel haste 2 hebben. Oké, ik zou misschien ook nog wat diamonds vandaar kunnen minen. Ja, of ik maak nu bij voorbeeld al gelijk even diamond blocks van deze diamonds hier. Dan weet ik ook in ieder geval de diamonds die ik nu gebruik, die zijn van het pretpark. Die zijn niet van mezelf dus. Dus dat moet ik wel onthouden, maar het is ook niet zo moeilijk, want dit zijn echt weer vet veel. Zo, hoppakee. 38 blocks is niet zoveel. Het valt eigenlijk best wel mee. Oké, nou, we gaan kijken hoe ver we komen en we gaan gelijk naar Jeroense basis. Jullie hebben dus 1 taak, hè. Zeg alsjeblieft niks, want anders is het niet meer leuk. Ik wil dat Jeroen hier niet achterkomt. Dat zou echt geniaal zijn. Oké, we zijn gearriveerd en yo, Jeroen heeft dit best wel mooi gemaakt hierboven. Damn! Mooie schilderijtjes, mooie aankleding. Dit is echt heel sick trouwens. Damn. Lekker bezig, man. Oké, we gaan dus een basis eronder bouwen, toch? Of kan ik hem ook erbovenop bouwen? Ik kan hem misschien ook op het dak zetten. Wacht, ik kan voor de grabbel even kijken of het daar ook kan. Even gaan omhoog bouwen met mijn iron blocks. Let me have a looky look. Ja, nee, dat gaat niet. Nee, dit heeft hij sowieso door. En het is ook niet vlak daarboven. Oké, dan moet het eronder. Ja, even kijken. Hij heeft hier natuurlijk nog een ruimte zitten waar ik hem... Oh, wacht, dit heb ik toen zelf gebouwd, of niet? Ja. Dit kruist ook. Wacht, heeft hij dit nooit geloot? Waarom heeft hij dit nooit geloot? Hij heeft dit nooit geloot! Wat? Hebben andere mensen dit erin gestopt? Dat weet ik ook niet. Ik weet echt niet meer wat ik erin heb gezet, maar... Ik heb geen idee of hij dit heeft geloot. Oh, wacht. Hij heeft hier wel zo'n trap zitten. Daar moet ik wel echt rekening mee houden. En ja, dit komt natuurlijk op zijn basis uit. Met geen... Oh, wacht. Hier zit de knop. Ik dacht al. Oké, dus daar moeten we wel rekening mee houden. Dat we dus aan die kant gaan mijnen of niet. Even kijken. Kan ik die kant... Ja, die kant moet het zijn. Of we beginnen natuurlijk onder de trap. Dat kan ook natuurlijk. Dat is ook nog wel prima. Oké, ik zie hier al een heel mooi stukje waar ik mooi naar beneden kan. Dit valt namelijk totaal niet op. Dus laten we hier mooi even een stukje naar beneden gaan. Ja, en dit moet een aardig stukje zijn hoor. Gaan we hier ergens de beacon neertimmeren. Het boeit ook niet zoveel waar we die neerzetten. Oké, laten we beginnen. Huppakee. Hier komt de beacon bovenop. De beacon heeft geen ruimte nodig, toch? Of wel? Even kijken. Volgens mij doet hij het nu ook gewoon right. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ja, dit kost altijd even tijd om dit op te zetten. Maar dat maakt niet uit. Want daarna zijn we zo ongelooflijk snel met mijnen. Dat is het allemaal waard. Oh, trouwens nog een belangrijk iets voor alle spelers in Team Groen. Ik heb het al
al heel vaak verteld, maar bouw niet naast mijn basis. Ik vertelde vanaf het begin dat wij basissen naast mijn basis weghalen. Want er waren een aantal mensen die letterlijk om mijn basis hebben heen gebouwd. En als je dat doet, dan heb ik geen ruimte meer om uit te breiden. Dus ik heb nu ook de regio uitgebreid waar je niet kan bouwen. Dus let daar ook goed op dat je niet hiernaast gaat bouwen. Ik weet dat je graag naast mij wil wonen, maar dat moet dan even een paar honderd blokken verderop. Misschien 1000 blokken verderop. Dankjewel in ieder geval. Oké, top. Dat heb ik ook weer gezegd. Nou, laten we gauw dit ding even afmaken. Wacht, waarom doet hij niet met er 1 blok boven? Volgens mij zou dit nu al moeten doen, toch? Of is 3 minimaal? Oh ja, 3 is minimaal volgens mij. Oh, ik heb hier ook een blok van weggehaald. Zo, dit laagje mooi even weghalen. En daarna moeten we nog eentje. Dus volgens mij heb je 2 stacks nodig inderdaad. Dus dan heb ik denk ik wel genoeg nu. Dat is wel chill. En ik weet ook niet of je een combinatielaag zou kunnen maken. Dus bijvoorbeeld de helft van 1 laag diamond en de helft iron. Volgens mij kan dat niet, of wel? Ik heb echt geen idee. Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Oké, 1 stack is op. Nou, dit gaat denk ik niet lukken. Want in de laatste laag gaan echt nog heel veel. Zo, en nu als het goed is. Oh, zou die het gewoon moeten doen? Kom op, waarom doet hij het niet? Oh, ik moet er misschien ook wel even iets in stoppen. Wauw, oké, dat doen we zo meteen wel. Sorry jongens, ik plaats veel te weinig beacons. Dit is echt nieuw voor mij weer. Waarom valt die gravel niet? Yo, wow, hè? Huh? Oké, dat was geglitcht. Oh, die niet. Nog 1 laagje eronder. Ja hoor. Nee. Dit ga je niet menen. Ben ik bij de... Dit kan niet, dit kan niet. Hoezo zitten die blokken hier? Je gaat me toch niet zeggen... Zit hier de ant? Zit de ant serieus? Wow. Nee. Oké, wacht. Nu wil ik dit weten. Ik heb eigenlijk een Eye of Ender even nodig. Yo, ik ben afgeleid. Kan ik niet gauw dit ding even afmaken en daar snel naartoe mijnen? Je gaat dit toch niet meenemen dat de ant letterlijk onder Jeroense basis zit. Hoe ziek zou dat zijn? Ik denk het eigenlijk niet, want volgens mij ben ik de ant een keer tegengekomen in Team Groen. Misschien kunnen er ook 2 ant portals zijn. Dat kan natuurlijk ook. Nu wil ik het echt weten. Let's fill it up, baby. Ik heb sowieso te weinig. Please, please. Kom op, ik moet genoeg hebben. Ik wil niet weer terug. Zo, laatste laag is. Oké, dit moet denk ik wel net lukken. We moeten hem dus wel aanvullen met diamond. Nee! Ik heb echt net te weinig, denk ik, of niet? Oh! Yo! Ik heb op... Oké. Ik heb genoeg. Ik heb letterlijk net genoeg. Sick. Alleen, ik moet even gauw dit weghalen. Want ik ga natuurlijk geen diamond hierin gooien. Ik hoop dat dit werkt, zo'n combinatielaag. Ik ben bang van niet. Nee, hij doet het niet. Oké, wacht. Dan komt het sowieso daardoor. Oké, ik denk dat ik geen combinatielagen mag gebruiken. Ik weet wel dat je bijvoorbeeld hier diamond mag doen en hier iron. Maar volgens mij wat ik nu doe, dit kan dus niet. Ik denk dat hij het daarom niet doet. Want ik zat eens te twijfelen. Kan een beacon wel onder de grond? Of moet hij in open lucht? Dat weet ik niet eens zeker. Ik heb volgens mij nog nooit een beacon onder de grond geplaatst. Maar dit zou volgens mij gewoon moeten kunnen. Dus ik weet het niet zeker. We gaan erachter komen. Zo, ik moet gauw even bij mijn pretpark naar binnen. Oh, wat doe ik nou? Hup, naar binnen. We gaan even iets slopen. Dit moet helaas. We nemen even 2 laagjes mee. Dat moet denk ik wel genoeg zijn. Gaan we dan waterbewukken erop? Oké, ik was te laat. Maakt niet uit. Ik deed bijna geen damage. Oké, wacht. Is dit genoeg? Ik weet het niet eens. Wacht. Oh, nee. Dit is niet genoeg. Waarom tel ik niet even uit? Ik heb 45 blocks of iron. En ik heb natuurlijk maar... Oh, dit is zo dom. Oké, we moeten nog een keer terug. That's really stupid. Yes. Oké, we komen nog wat tekort. Jongen. Hoeveel van deze lagen neem ik wel niet mee, joh? Ik kon beter gewoon het hele ding hier weghalen. Maar ja. Zo, ik neem voor de zekerheid even wat extra mee. Kun je nog een keertje? Let's go. Got him. Nice. Oké, top. Afronden dit. Want ik vraag me nu echt nog wel af of die beacon het waard is, hoor. Qua tijd. Ik had nou echt een gigantisch ding kunnen uitgraven. Oké, TP even de kijken. Want ik ben blijkbaar echt kapot dom. Waarom doet deze het niet? Ik snap het niet. Oké, ja. Wat is dan mee? Moet hij wel open lucht? Hij hoeft toch niet onder open lucht? Oh nee, hij moet open lucht zijn. Nee, dat ga je niet menen. Oh, dat ga je niet menen. Oké, dit moest ik even anders doen, denk ik. Oké, ik ga eerst even recht omhoog. Dit is echt naar. We gaan eerst even kijken waar dit uitkomt. En ik denk dat ik recht door Jeroense huis moet. Is dat slim? Nee, dat is niet slim. Oké, dan ga... Oh, ik ga hier vol... Wacht, ik ga niet door die boekenkast heen, gelukkig. Oh, dit valt mee. Dit zie je niet eens. Oh, top. Als dit echt in de hoek zit, dan heb ik echt heel veel geluk. Oké. Ik heb nog geen schade aan het huis toegericht. Dit ook gaat er best wel netjes doorheen. En zijn we buiten? Ja, we zijn volgens mij buiten. Oké, dan kan ik nu weer naar beneden. Ja, oh, het sneeuwt hier. Wat leuk. Oké, dan gaan we weer recht naar beneden. De schade valt mee. Er zit alleen hier een gaatje en in het plafond. That's it. Oké, dus dat moeten we gewoon even weer afsluiten. En gelukkig zit ik naast die hele enchanting room. Anders had ik echt een groot probleem. Oké, dus we zijn er bijna. Dit mooi en recht naar beneden. En nu zou die gewoon moeten werken. Toch. Dus waarschijnlijk die onderste laag kon ik wel gewoon mixlaag doen. Denk ik. Oh.
Hij doet het! Tuurlijk, er komt eerst een straal uit. Yo, ik ben zo ongelooflijk dom. Ik dacht, eerst moet je de iron in doen en dan pas komt er een straal uit. Maar nee, oké, haste. Boom. Let's go. We hebben haste 2 te pakken, toch? Toch? Ja, let's go. Nice. Oké, nou, die shovel gaat vanzelf stuk, denk ik. Dus die laat hem even stuk gaan. En wij gaan even lekker graven. Oh ja, voor de mensen die op de survival spelen. Ik heb een aanvraag aan jullie. Kunnen jullie alsjeblieft zoveel mogelijk obsidian voor mij fixen? Ik betaal de diamonds voor. Dus please fix obsidian voor mij. En als je dan niet op de server speelt, play.hardwareserver.nl. Kom gewoon even die obsidian voor mij fixen. Want ik ben lui, ja. Ik ben gewoon lui. Ik moet iets van 10, 20 stacks hebben. Ligt eraan hoe groot ik dit allemaal maak. Ik denk dat het best groot wordt. We gaan er nu in ieder geval een mooi begin aan maken. En ik denk eigenlijk wel dat ik die cobblestone wil bewaren, hoor. Ik vind het wel leuk. Misschien kan ik het ook wel voor Jeroen verzamelen. Dan kan Jeroen ook... Heeft Jeroen ook tenminste wat meer cobblestone. Pleur gewoon deze kisten helemaal vol met die meuk. Jeroen, dat mag jij allemaal hebben, jongen. Ik hoop niet dat Jeroen deze video trouwens kijkt. Want dan is het plan gelijk in duigen. Ah ja, dit gaat gelijk al lekker, hoor. Kijk dan hoe grote ruimte we nu al hebben uitgehold. Zou het nu al rendabel zijn met die 10 minuten die ik hiermee bezig was? Ik denk het oprecht al bijna. Want je bent zo lang bezig om de zon te mijnen. Al ben je een half uur hiermee bezig. Ik denk echt als je 10 minuten zo mijnt dat je alweer die tijd hebt ingehaald. Maar oh ja, hier was ik mee bezig. Ik ben het helemaal vergeten. Ik ben zo snel afgeleid. Hier zit natuurlijk waarschijnlijk een ant ergens. Dus daar gaan wij naartoe. Ja! Of kunnen die ook random zitten, die blokken? Oké, ik moet erachter komen of hier iets zit. We gaan erachter komen, jongens. We gaan hier recht naar beneden. Want als hier iets zit, dan moet het hier zitten. Ja, volgens mij, ik heb het ooit wel gehoord dat het ook gewoon random in de bodem kan zitten. Oh, het kan ook random in de grond zitten. Ja, oké, dan weet ik het vrijwel zeker. Want ik heb dus al een keer de end portal gezien. Oké, precies wat iedereen zegt in de chat. Het kan random zijn, inderdaad. Oké, goed om te weten. Kijk, hier, dat bedoel ik. Hier glitcht ergens een blok. Ik zie hem niet, maar dat komt puur omdat ik te snel mijn. Dat is echt onnaar. Laten we weer snel naar boven gaan, want dit stuk hoef ik trouwens niet allemaal mee te mijnen. Nee, dat is onnodig. Ik bedoel, ik maak er een grote bunker van, maar ook weer niet te groot natuurlijk. Want dit gedeelte wat ik nu doe is natuurlijk super makkelijk. Gewoon het lekker dat uitmijnen. Zometeen moet ik dus de muren en het plafond en de bodem opvullen met obsidian. Dus ja, je kan wel raden hoeveel tijd daarin zit. Maar ik wil er wel een lekker projectje van maken. Ik ga hier even goed mee bezig. Nou, ik pak trouwens al lang niet iets meer op. Ach ja, boeien. Laat die kist ook maar zitten. Ik hoef ook niet alles precies te bewaren. Als ik maar gewoon een klein beetje bewaar, het kan wel chill zijn voor jullie. Jeroen, I don't know. Misschien heeft hij blokken nodig, wie weet. We pakken hem even layer by layer. Oh nee, het staat hier open. Oké, dit moeten we wel even fixen hoor. Ik denk dat ik het iets breder moet maken. Want ik maak nu echt vooral in de hoogte veel. Maar ik kan hem denk ik veel beter wat breder maken. Een kubus, ja, ik ga er een kubus van maken. Dat is wel een heel goed idee. Gewoon dat het precies even lang, even breed en even hoog is. Ja, dat is nice, dat is nice. Ik denk dat ik al een klein beetje de vorm heb. Moet echt niet te groot worden. Want dan ben ik echt dagen bezig om die obsidium te fixen. Oh, daar zijn ze weer hoor. Oké, ik denk dat de beacon alweer weg kan, joh. Het laatste kan ik wel mooi met de hand doen, denk ik. Of met de hand, wat lul ik gewoon. Rustig zonder. Daarvoor moet ik toch weer omhoog klimmen. Misschien was het niet zo slim dat ik zo snel naar beneden ging. Dan moet ik overal weer bij opklimmen. Zo, nou dit was in ieder geval het begin van dit leuke project. De volgende aflevering ga ik dus gelijk bezig met obsidian. En ik ga ook even deze beacon terugplaatsen. En de overige diamonds in de kist doen natuurlijk. Oh, ik zie trouwens nog dat ik een beacon bij me heb. Terwijl de beacon daar al staat. Ik heb hem per ongeluk gedupt. Hoeps, dat mag niet. Ja, ik dacht oprecht dat het geglitcht was. Dus ik ging even checken of ik hem gedupt had. Maar dat is niet het geval gelukkig. Het was gewoon mijn domme kennis die me in de steek liet. Super, nou top. Dit werkt allemaal. En dit gaat een leuk projectje worden. Jeroen, je hebt niks door. Helemaal niks. Bedankt voor het kijken. Klik op het duimpje. Je mag abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Dikke doei, dikke later.